Ik had nog zoveel meer kunnen doen. En dat raakt me gewoon heel erg, dat het gewoon hier stopt. Ja, nou wil ik er wat mee gaan doen, want ik wil natuurlijk zorgen dat hier iets heel erg moois en heel erg Hufteproofs komt. Kunstenaar Fabrice Hunt is op Oudjaarsdag plotseling op 60-jarige leeftijd overleden. Zijn bekendste werken zijn de mozaïeken in de stad. De geboren Amsterdammer maakte deze op verschillende plekken, waaronder op de Cornelis Schuitstraat. Hier zie je het kopje van tante Riet. Tante Riet. Kopje is niet meer binnenkort. Jammer. Eerst doe ik het op een nette manier. Tak. Kan je hem gewoon in tweeën knippen. Kijk maar, met keurig. Tang, hartstikke mooi. Ja. Maar ja, blijft er niet bij het kan zijn dat je ook zegt van nou, gebruik die tang als hamer. Maar wel je ogen dicht doen, hè. Een puinbril hebben, tak, en dan sla je hem lekker kort en klein. Maar dan ben je nog niet blij, want ja, hij moet echt klein worden. Nou, daarvoor hebben we allerlei andere gereedschappen. Die gereedschappen die zijn de mozaïekhamer. Dat is een Romeins gereedschap, is al 2500 jaar oud, dus dat kun je maar zien. En dan sla je ze perfect op de goede maat, in precies de goede stukken kan je ze slaan. Zijn overlijden schokte veel Amsterdammers. De familie van Fabrice is momenteel bezig met het voorbereiden van zijn uitvaart. Kunt u aangeven in welke malle molen wij eigenlijk nu even binnenstappen? Zeg dat wel, een malle molen, want hier op de achtergrond zie je ook dus malle molens. Dat zijn eigenlijk de laatste schilderijtjes die Fabrice gemaakt heeft. En je ziet ook wel, dat is een serie zeg maar, waar hij in 2008 ook een hele serie van heeft gemaakt. En die waren super succesvol. Mensen vragen er nou nog steeds naar. Maar goed, we hebben het niet over de schilderijen nu. We hebben het over de malle molen in het leven, waar we nu in zitten. En dat is echt onvoorstelbaar. Echt onvoorstelbaar. Dus nou ja, het is in het nieuws geweest dat het natuurlijk vrijdagochtend gebeurd is. En ja, heel plotseling in wezen. Ik bedoel, je denkt er wel eens over na en je denkt het kan gebeuren. Maar als het dan gebeurt, dan sta je echt paf. En je denkt dat kan niet, weet je, het is niet waar. Maar het is dus wel waar. Het was gewoon een echte supermensenmens. Dus natuurlijk was hij als kunstenaar ook individueel bezig. Dus dan was hij ook echt kunstenaar, een individuele kunstenaar. Alleen in zijn atelier, wat hij ontzettend graag deed. Fabrice was een veelzijdig kunstenaar. Hij werd beroemd door zijn werken op straat en in de openbare ruimte. Hij maakte in de jaren 80 wandschilderingen en werd in de jaren 90 ingezet om objecten te beschilderen, zodat deze niet werden bespoten met graffiti. Ik denk dat de jongeren altijd door blijven gaan met het zoogdiergedrag, namelijk ik ben hier en ik spuit deze hele zaak onder, omdat ik hier ben geweest. Bekend is ook de muur van het Muiderpoortstation, waar hij de hele verbindingstunnel van perron 1 naar perron 2 in 1993 onder handen nam. Naast dit grote werk maakte hij ook duizenden schilderijen. Nou, het grappige is met schilderen en tekenen is het vaak zo dat alles wat je twee keer moet doen of moet vlakgommen of moet corrigeren, dat ziet er niet meer uit. Mm-hmm. Dus of je nou Rembrandt hebt of Fabrice of Frans Hals, mm-hmm. Elke lijn die wij neerzetten is altijd in één keer neergezet. En dat is met inkt, dus dat is onverbiddelijk. De mozaïeken zijn de meest in het oog springende projecten geweest. De eerste, het kompas, maakte hij in 2006 op het Marie Heinekenplein. Hij wilde namelijk, want dit was eerst een schildering en hij wilde dat echt vereeuwigen, zodat het niet meer kapot kon worden gemaakt. En hij noemde het altijd Hufterproof. En nou ja, dat was eigenlijk het eerste en dat werd eigenlijk een hele grote hit. En toen heeft hij dat eigenlijk meer gedaan. Ja, voor mij is het ook wel een van de belangrijkste. Omdat ik weet niet, want hij zo dichtbij zijn huis zit, kwam ik hier vaak. Al die andere die hij later heeft gemaakt, daar kwam ik gewoon niet zo vaak in de buurt. Dus ik was niet zo bewust van het bestaan af, zeg maar. Het is behoorlijk passen en meten, hè? Het is heel erg veel passen en meten. Het is ook heel erg, aan de ene kant heel leuk werk om te doen. Heel precies werk ook. En soms dan kan je knap driftig worden, dan moet je acht keer opnieuw zo'n steentje maken. Dat het echt inderdaad gewoon gaat passen. Jij bent ook vereeuwigd in een van de werken. Ja, dat ben ik toen ik 11 jaar was. Hij wilde dat graag maken. Hij zei dat hij hier een stuk over had. En hij zei, ik zou je er wel graag in willen leggen, voor altijd. Dus ik voel me daar wel heel erg fijn bij. En ik vind het wel heel erg eervol natuurlijk. Dus ik lijk er niet meer zo erg op, maar het is al een tijdje geleden. Maar het gaat om het idee. Ja. Al van jongs af aan was Fabrice altijd op zoek naar materialen waar hij mee kon werken. Het is in ieder geval een verzamelaar. Hij heeft dus, ga maar door. Ik bedoel, het zit helemaal afgeladen vol met kralen voor die kettingen.
munten, noem het maar op. Het soort furniturenzaak hier binnen. En hij kan daar wat mee, dus op het ene moment pakt hij daar weer wat uit en daar. Het gebruik van niet-alledaagse materialen is terug te zien in de mozaïeken, waar ook Cornelia aan meehielp. Het is een enorm intensief proces, ja. Maar het resultaat, als je het resultaat ziet, dan ben je ook zo trots. En Fabrice ook, weet je wel. Die, als hij helemaal bezig was, echt bleef hij doorgaan als een trein. Weet je, locomotief op skate doorgaan. Ja, echt waanzinnig. Maar nogmaals, ja, heel intensief. Laten we zeggen, 3,5 tot 4 maanden zijn we al bezig om schetsen te maken, steentjes te selecteren, kleuren uit te zoeken en dat soort dingen. Er zijn ook een paar waar wij aan hebben meegeholpen vroeger, als kind. Ja, dat is ook wel heel leuk om terug te zien. Dus het zijn ook eigenlijk jullie werken die we hier door de stad zien? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Gaat een beetje ver, maar... We kregen wel echt strenge... Richtlijnen. Ja, richtlijnen. Ja. Moest er wel nog steeds Fabrice blijven. Ja, tot wel. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk een stukje van Fabrice, dus misschien wel een heel klein beetje. Ja, nu is het een hele gekke situatie. Je bent bezig met het afscheid. Hoe gaat dat eruit zien? In ieder geval geen grote aantallen, dus dat is duidelijk. Hij mag maximaal 50 mensen bij zijn uitvaart hebben. En dan zaterdag gaat het plaatsvinden. Ja. De familie is het erover eens dat een besloten uitvaart niet bij Fabrice past en zal in de zomer een moment kiezen waarop er ook door het grote publiek afscheid genomen kan worden. We hebben nu al gehoord dat er her en der wat bloemen ook neergelegd zijn. Ik heb nog niks gezien, maar... Dat hoor je dan van andere mensen. Dus er zijn heel veel mensen echt gewoon heel erg kapot van. Het was een hele aimabele man. Hij kon ook wel lastig zijn, maar hij was wel... Heel veel mensen die zijn... Ja, die snap je? Dus dat hebben het er moeilijk mee. Ja, gemis voor de stad. Ja. Hij heeft bepaalde plekken wel gewoon wat meer leven gegeven. Naast dit is het natuurlijk een bijzonder saai pleintje eigenlijk. Dus, zowel op meer plekken. Ik denk dat dat wel een van de grootste... dingen is. Dat hoor ik ook heel veel mensen nu zeggen van dat hij de stad veel kleurrijker en vrolijker heeft gemaakt en zo. Wat laat hij de stad na? Ja, hij laat natuurlijk een enorm oeuvre. Tekeningen, schilderijen, al die werken in de openbare ruimte natuurlijk. En ja, wat gaat daarmee gebeuren? Ik weet het niet. Dat kan ik op dit moment niet zeggen. We hebben altijd wel zeg maar een soort droom gehad dat er misschien ooit nog eens een Fabrice museum ergens zou kunnen komen. Dat is dus duidelijk tot op heden nog niet gelukt, maar ik hoop dat we nog wat toekomst hebben en dat er toch iets mee gebeurt. Ik had nog zoveel meer kunnen doen en dat raakt me gewoon heel erg dat het gewoon hier stopt tot nu toe. En ik hoop gewoon dat het voor altijd wordt geëerd en als iets heel erg moois en vrolijks en positiefs wordt gezien. Ja.